het thema angst voor de dood heb ik recent iets over verteld. Nou, ik werk hier in het ziekenhuis, afdeling medische psychologie. En daar zie ik eigenlijk vooral patiënten, eigenlijk kankerpatiënten met name. En dat zijn mensen die nou, wel of niet doodgaan, maar heel veel mensen van hem hebben in ieder geval angst voor de dood. Het interessante is, ja, hè, de diagnose zelf, die roept dus angst op. Dus als mensen te horen krijgen, u heeft kanker, dan worden ze heel angstig. Maar als ze bijvoorbeeld te horen krijgen, u heeft chronisch obstructief longlijden in het laatste stadium, nou, dan halen ze bij wijze van spreken hun schouders op en denken, oké, het zal wel. Maar daar komt geen angst voor de dood, omdat mensen dat veel minder associëren. Nou, woordkeus hè, lijkt hier dus een belangrijke rol in te spelen. En dat is ook zo. Dus als je niet goed aan mensen uitlegt hoe het precies zit vervolgens met de ziekte die zij hebben, dan merk je dat patiënten daar wel of niet op een bepaalde manier op reageren. Hè, het woord kanker wordt door mensen geassocieerd met de dood. En vaak heeft dat te maken met ervaringen die zij zelf in hun verleden hebben, met ouders, ooms, tantes, die wel of niet zijn overleden aan, nou ja, vaak met name kanker, en wat er allemaal omheen gespeeld heeft en hoe ellendig dat vroeger allemaal was. En mensen nemen die ervaring mee. Op het moment dat ze nu te horen krijgen, u heeft kanker, nou, dan is dat voor hen meteen oké, dus dat wordt afschuwelijk en ik ga dood. Dat is de associatie. Je hebt kanker en kanker, zal ik maar zeggen. Je hebt vormen van kanker, zoals bijvoorbeeld longkanker, wat een hele slechte prognose heeft. Maar we hebben ook zoiets als borstkanker, wat heel veel vrouwen krijgen. 1 op de 8 inmiddels vrouwen in Nederland krijgt borstkanker. Daar is de prognose eigenlijk heel gunstig. Dus een groot percentage van de vrouwen die borstkanker krijgen, die leven gewoon na 5 jaar nog. En een heel groot percentage van hen krijgen dus ook aan het einde van de behandeling te horen, nou, de kans na behandeling dat de ziekte terugkomt, hè, of dat je uitzaaiingen krijgt, nou, die is niet groot, die is bijvoorbeeld 10-15%. Nou, hè, je zou denken, nou, 10-15%, als je de andere kant pakt, 85-90%, hè, de kans dat het dus niet terugkomt en dat het niet uitzaait en dat jij dus ook niet aan dood gaat, is veel groter. Maar er zijn nogal wat mensen die dus echt focussen op, ja, mooi, die 85-90%, maar je zal zien, ik ben degene die valt in die 10-15%. En daar, dat voedt vervolgens die angst en ook hun fixatie met hun lichaam. Namelijk, voel ik ergens iets? En dat is heel erg gekoppeld weer aan angst. Maakt het uit of je een optimist of een pessimist bent? Nou, door de bank genomen maakt het natuurlijk wel uit. Want mensen die optimistisch van aard zijn, zijn veel geneigder om naar de positieve kant te kijken. Ja, dus je zou kunnen zeggen dat je dat over het algemeen wel ziet. Desalniettemin is het ook zo dat als mensen bijvoorbeeld tijdens de behandeling heel veel complicaties hebben gehad bij de chemo en heel veel bijwerkingen bijvoorbeeld, dat mensen zijn die, ook al zijn ze van huis uit optimistisch, toch daarna heel erg gaan focussen op die 10-15% als dat het percentage is wat ze te horen hebben gekregen. En dat heeft heel erg te maken met hun ervaring, dat het fysiek heel erg slecht met hen is gegaan en dat ze dat nog heel erg goed in hun brein hebben zitten. En daar wordt een optimist vanzelf meer pessimist, zou ik zeggen. En de omgeving is heel erg belangrijk. Want de patiënt is natuurlijk één, die heeft te maken met, nou, die gaat wellicht binnenkort dood of het duurt nog een tijdje. Maar zeker zodra mensen in het zogeheten palliatieve stadium komen, oftewel ze worden nog wel behandeld, maar zijn niet meer te genezen. Dat stadium kan lang duren, kan bij sommige aandoeningen wel een paar jaar duren. Maar bij anderen duurt dat ook veel korter. En wat je daar heel erg ziet tussen partners, is dat het voor de patiënt zelf al heel lastig is om te beseffen, ik ga, nou ja, in ieder geval binnen afzienbare tijd, in de zin van binnen een paar jaar in ieder geval overlijden. Terwijl ik eigenlijk nog veel ouder wilde worden. Maar tegelijkertijd, die omgeving maakt ook dat de patiënt zich op een bepaalde manier gaat gedragen. De patiënt is degene die al die behandelingen te verduren krijgt. En het dus fysiek ook voelt hoe het is. De partner ziet het wel, maar hangt veel meer aan het leven van die patiënt. En is veel meer gericht op, je blijft die behandelingen toch wel doen. Je blijft toch wel bij mij. Ja, je gaat natuurlijk nog niet dood, waardoor het voor de patiënt tegelijkertijd ook heel lastig is
om daarover na te gaan denken en er met mensen over te praten. Want het is toch een soort taboe dan op het moment dat de dood wel binnen afzienbare tijd eraan komt. En dat is dus ingewikkeld. En dat maakt dat de omgeving soms kan bepalen dat de patiënt maar doorgaat met behandelingen. Terwijl hij misschien zelf denkt, en dat hoor ik in mijn kamer, mijn spreekkamer regelmatig, van nou, ik ben er gewoon moe van het strijden en al die behandelingen. Snap je dat? Vragen ze dan aan mij. En dan denk ik, ja, als ik weet wat je allemaal hebt doorgemaakt, ik snap dat. Maar soms is dat dus heel lastig om dat ook met de partner te bespreken. Omdat die gewoon wat anders wil. Nou, en daarnaast speelt bij de patiënt zelf op een gegeven moment, als het einde gaat naderen, een angst voor de dood, zeggen ze zelf. En als je doorvraagt, gaat het niet voor de dood zelf. Zeggen ze vaak, ja, dood is dood. Maar de manier waarop ze dood zullen gaan. He, zal ik stikken? Of, nou ja, daar hebben ze soms hele nare beelden bij die maken dat die angst toeneemt. En iets anders wat ook kan spelen is dat mensen niet zozeer bang zijn voor zichzelf als ze doodgaan, maar juist van wat betekent dat voor mijn gezin die ik moet achterlaten. En daar komt ook heel veel, maar een andere vorm van angst bij kijken, die wel allemaal rondom de diagnose en de behandeling en de dood spelen.